Uh, het affiche was een topwedstrijd, de wedstrijd zelf ook, vond ik. Ja, ik denk helemaal. Als uh, als, als publiek heb je, denk ik een, uh, heb je denk ik, iedereen een hele leuke wedstrijd gezien. Om als kou. Ja, maar goed, ja, kou, dat is, uh, je kunt tegenkleden, hè, zeggen ze. Dus uh, nee, het was prima. Maar ik denk wel, dat je gewoon qua, qua, uh, qua energie, qua, qua, qua voetbal, heb je denk ik wel een prima wedstrijd gezien. Met wat voor idee gingen jullie naar ze volgen? Pure voor de winst of beter tevreden met gelijkspel? Uh, nou, wij, wij spelen altijd voor de winst. De dat ik denk dat je dat ook altijd uh, moet doen. En, en uh, dat doen we overal. Dat doen we thuis, dat doen we uit. Uh, en, uh, goed, en als je dan uh, ja, de wedstrijd bekijkt, dan uh, ja, vind ik wel dat we iets te weinig hebben gekregen vandaag. als dus je vooral de kansenverhouding ziet. De uh, maar... eerste helft was vol de tweede helft voor Achilles. Zeg ik dan iets waarmee je eens kunt zijn? Ah, nou, 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 eigenlijk niet. Ik vond eigenlijk dat ze de eerste helft uh, misschien uh, opties, misschien aan de bal wat meer was. Maar ook toen vond ik dat we de betere kansen hadden eigenlijk, uh, dat we wat meer, uh, ik denk dat we een penalty moeten hebben. Uh, ik denk dat we één, twee hele grote kansen krijgen. Penalty? Welke situatie doel je dan op? Uh, de eerste situatie met, uh, met, met Stan Haastra, dat hij de 16 in komt. Uh, hij, hij wordt vastgehouden en ja, de scheidsrechter geeft ook aan in de rust van, uh, ja, maar hij valt niet. Ik denk van, ja, maar volgens mij is dat geen regel dat je moet vallen bij een overtreding. En uh, ja, Het is misschien ook weer een leermoment dat je, dan, uh, ja, dat je dan moet vallen. Maar volgens mij willen we dat juist allemaal niet. Volgens mij willen we juist allemaal dat we graag zo lang mogelijk blijven staan. En dat we geen, uh, de scheidsrechter niet proberen te verleiden door dingen te doen. En, en, uh, dus ik vind dat dus, ondanks dat het daarna het die voordeel geeft, vind ik dat die bal op de stip moet. En dan, uh, ja, dan wordt het misschien 2-1. Maar goed, het is alleen maar als. En, en uh, ik kan misschien uiteindelijk uh, kan ik misschien ook wel leven met een, met een gelijk spel. Omdat ik vind dat we goed gespeeld hebben. Um, wat me vooral opviel van Angelus, de omschakeling die was super snel bij jullie. Ja dat, is ook een, uh, ja, dat is een enorme kwaliteit van ons. Ik bedoel, uh, we gunnen vaak de tegenstander uh, even het balbezit. Uh, tegenwoordig, je moet allemaal maar vol druk vooruit zetten. En uh, nou, daar vind ik dat wij de ploeg niet voor hebben. Dus we geven vaak de tegenstander even uh, wel de bal. En dan in de omschakeling, ja, daar hebben wij vier, vijf spelers die dat, die dat fantastisch kunnen. En, en dat, dat zeg je dingen ook met uh, 15 wedstrijden, 38 goals, denk ik. Dus dat is, dat, dat is wel een kwaliteit. Wat is, uh, we zijn al bijna halverwege de competitie. Jullie staan nu op dit moment tweede. Is het doelstelling echt kampioenschap? Ja, dat is altijd een beetje lastig natuurlijk. Kijk, uh, nou vraag ik het ook. We komen uit de, uit, uit de eerste klasse. En als je dan van, de, we hebben expres hebben we geen doelstellingen afgesproken in het begin van het seizoen. Omdat ik vind, ja, ik ben niet zo van de doelstellingen. Uh, we kennen heel veel ploegen, die kennen we niet. Uh, nu na 15 wedstrijden hebben we iedereen gehad. Ja, en Dan staan we op plek 2. Uh, het is nog wel een beetje een vertekend beeld, natuurlijk, met, uh, met wat de aflastingen. Maar ja, als je na, na 15 wedstrijden op één op of twee punten van de koplopen staat, ja, dan heb je één ding te doen. Dat is gewoon mee willen doen voor de titel.